Hallo, welkom iedereen in een nieuwe week en in een nieuwe video. Ik weet dat ik een tijdje afwezig geweest ben in het maken van video's en dergelijke. Maar dat was ook omdat ik de tijd genomen heb om een aantal nieuwe downloads, nieuwe informatie te channelen en vooral te integreren, zodat ik ze kan gaan gebruiken in mijn werk hier verder op aarde. En zodanig dat ik ook kon gaan kijken en voelen van waar mochten een aantal aanpassingen gebeuren in mijn bedrijf, in mijn onderneming, in de cursussen, de trajecten die ik aanbied en zo verder. In de video van vandaag gaan we gaan kijken hoe dat het zit met de mannelijke en de vrouwelijke energie voor deze week. De intentie is dat ik elke maandag dergelijke video ga maken of ga posten. Zodanig dat ik jullie op die manier van dienst kan zijn door informatie en boodschappen te channelen en door te geven. De bedoeling is dat er op maandag, woensdag en vrijdag video's verschijnen. Ik ga heel hard mijn best doen om daar een gevolg aan te geven en om daar bij het plan te blijven. Maar zoals je weet, voel ik ook mijn energie daarin. En waar ik toe in geleid word. Dus ik zou zeggen, als je nog niet geabonneerd bent, druk alvast op de abonneerknop. En als je dergelijke video's leuk vindt, dan is het handig als je een like geeft, want zo weet ik dan welke video's het meest gewaardeerd worden, of eigenlijk het meeste van dienst zijn voor jullie groei. Zo, we gaan eens kijken. Eerst gaan we kijken van waar dat de mannelijke energie staat. En ik kreeg al de drie van bekers. Drie of cups. De nine of cups. En de drie van orbs. Wat dat eigenlijk... De drie van zwaarden is, dus mentale. Aan de onderkant van het dek hebben we het grote wiel, dat is eigenlijk de wiel van dingen en guidance, maar omgekeerd. Wat ook de two of flames, dus de twee van vuur, ondersteboven ligt, die er eigenlijk die heel duidelijk zegt dat alles die aan het veranderen is, de veranderingen die deze week gebeuren, bijvoorbeeld. Meer communicatie, meer openheid, dingen die veranderen, die anders zijn dan dat altijd al geweest is, dus dat je ook totaal niet verwacht, heeft te maken met het feit dat de mannelijke energie heel wat karmische lessen heeft geleerd en daarin ook verder ondersteund wordt en begeleid wordt door zijn eigen team. Niet alleen om te leren om zijn leven vorm te geven vanuit passie en vanuit wie dat hij in essentie is. Want dat is natuurlijk een moeilijke nog voor de mannelijke energieën op dit moment. Of wat we zeggen, het is een moeilijke in die zin dat ze altijd geleerd hebben om puur vanuit controle, puur vanuit een verworven mannelijke energie hun leven vorm te geven. En nu wordt gevraagd om eerst in te tunen op hun eigen vrouwelijke energie, op hun emoties, op hun passie. Om daar die eenheid te breken, om te leren hoe dat het is om beide energieën in jezelf te gaan leren samenwerken. Om van daaruit financiële stabiliteit te gaan creëren. Of gewoon stabiliteit en veiligheid tout court. Dus niet alleen op financieel vlak, maar op elk vlak. En dat maakt dus dat de focus, de aandacht eigenlijk deze week ook heel hard ligt op die emoties. Waardoor dat je gaat zien of kan zien dat enerzijds de mannelijke energie zich veel meer openstelt dan de vrouwelijke energie. In eerste instantie in zichzelf. In tweede instantie in de vrouwelijke energie naar andere mannelijke energieën. In die zin. Dan hebben we het gaan zien dat mannen veel meer open of ze gaan een bepaalde community gaan vinden of een soort brotherhood of wat dan ook. Om daarin te leren wat dat betekent om op een gezonde manier rond emoties te gaan spreken. En niet altijd maar de macho en het coole en het ik ben sterk en krachtig en niet kwetsbaar. Om dat beeld vast te houden. Dus gaan we daar meer en meer wat comfort in vinden. Wat uiteindelijk gaat leiden tot de Nine of Challenges, dus de 9 van bekers. Wat eigenlijk bewijst dat de
mannenkenergie deze week ook veel meer duidelijkheid krijgt over waar en wat dat het is dat hen die diepe vervulling brengt. Wat dat hen die emotionele vervulling brengt. En wat dat geen is dat ze mogen loslaten. Natuurlijk zit er ook nog die Three of Orbs, dus de drie van zwaarden, die ervoor zorgt dat ze af en toe nog terugvallen zoals dat ze deden in het verleden. Want uiteindelijk wat logisch en normaal is, als je zelf ook op het pad van ascensie en bewustwording loopt, dan ga je merken dat dat een van de lastigste zaken is. Om wanneer je aan het veranderen bent, maar je bent nog niet volledig krachtig en je hebt nog niet volledig 100% vertrouwen in een nieuwe. Je hebt nog wat zeebenen van zodra je op land komt. Dan ga je soms gewoon terugvallen en gaan teruggrijpen naar de oude patronen, de oude copingmechanismen. En daar ga je dan eigenlijk ook wel die verschuiving in zien. Dat ze meer en meer gaan proberen daar ook los van te komen en te gaan vertrouwen. Dan zien we dat we nog extra informatie kunnen meegeven voor de mannelijke energie. En weet dat mannelijke en vrouwelijke energie niet alleen in connecties is, maar ook in jezelf. Dus alles wat hier gezegd wordt over de mannelijke en de vrouwelijke energie, kun je dus in eerste instantie ook toepassen in jezelf. Want ook daar zijn wij onder invloed van, als ik het zo mag zeggen. En de dingen dat je ziet bij jouw wederhelft of je spiegelziel, dan ga je dat ook in jezelf een stuk kunnen gaan herkennen. Wat hebben we hier allemaal? We hebben de Knight of Pentacles. Ik ga ze eerst allemaal uitleggen. Dan de Six of Wands. De Judgment card, maar omgekeerd. De Eight of Wands. De Two of Wands ook weer, maar nu niet omgekeerd. En net was die omgekeerd. De Page of Cups. De King of Cups omgekeerd. En de Hermit card. Naast. Die is er ook bij. Laat eens zien. Ja, dus eigenlijk is dat wat een bevestiging van wat dat ik daarnet ook al gezegd heb. Met de Knight of Pentacles en de Six of Wands. Dan zie je dat de mannelijke energieën meer en meer ook succesvol worden in het vanuit hun nieuwe identiteit. Dus vanuit hun nieuwe begrip dat ze gecreëerd hebben. Dus doorheen die verwardheid, doorheen dat emotionele, hebben ze meer en meer een heldere visie gekregen. Maar het belang om naar binnen te gaan, vandaar ook de Hermitkaart, is er nog steeds. Want het is net dat stuk naar binnen gaan. Dus net in het geen contact met de vrouwelijke energie. Net in het zich afzonderen. Dat ze meer en meer in staat zijn om alle stukken van hun innerlijke landschap te gaan, gaan helder krijgen. Gaan verklaren, zou ik bijna gaan zeggen. En daarom ligt ook die King of Cups nog omgekeerd. Want ze zijn nog niet in staat om echt vanuit een volleerde King of Cups volledig die krachtige emoties te gaan beheren en te gaan managen zonder er overweldigend door te zijn. Dus je ziet dat er een groei is, maar ze zijn dan nog echt wel die student in. Die leren emotioneel open te zijn, leren emoties te zien als een barometer, als een GPS, als een tool. En om daar tegelijkertijd dan ook verder in te gaan healen. Wetende dat ze dat kunnen gebruiken om dan uiteindelijk veel gemakkelijker die verbinding naar de vrouwelijke energie te kunnen maken. Om dan uiteindelijk tot die Two of Wands te komen. Dus die Two of Wands, die eenheid in zichzelf. Of eenheid in één persoon vertegenwoordigt. In dit deck en ook gewoon voor mij betekent dat de Two of Wands. Want wanneer dat die mannelijke en die vrouwelijke energie hebt of leert samenwerken in jezelf, dan creëer je gewoon eenheid in jezelf. En dan ga je ook niet constant
overweldigd gaan voelen wanneer dat iemand anders vanuit een verwarmde energie of vanuit een disbalans met jou gaat gaan verbinden. En dat gaat er ook voor zorgen dat, dat de mannelijke energie deze week dus misschien soms wat afstandelijk lijkt. Maar weet dat dit voornamelijk met als bedoeling is, als een soort van voorbereiding naar uiteindelijk dan verder communicatie. Of uiteindelijk de opbouw is naar het intens focussen op die vrouwelijke energie. Maar het begint dus altijd ook in eerste instantie in zichzelf. We zijn aan het kijken met de onderkant van de kaart te leggen. De Nine of Wands, ja, dat is einde van de lasten en ook de Fool kaart, maar die ligt ondersteboven. Dus je gaat merken vanuit de lessen dat de ervaring dat mannelijke energieën opdoen, gaan ze uiteindelijk leren comfort vinden en ook leiding vinden in die emoties. Misschien waakt het schaduwen, ze zijn er nog deze week, waar de mannelijke energieën mee aan de slag gaan of misschien tegenaan lopen. Afhankelijk van waar dat iemand in zijn groei staat, gaat natuurlijk anders zijn. Welke? Oeh, daar gaan ze. Oh, was er nog een? Nee. Ik dacht dat er nog een omgeflipt opgedraaid was. We hebben dus Star, Potential, Judgment, Harmony. Oh, hier nog een. Ik had het niet gezien. Nature en Death met Change. Ja. Dus ook hier weer hetzelfde. De mannelijke energie gaan veel meer gaan ontdekken wie dat ze eigenlijk van nature zijn. Dus hun perspectief over dat ze een energie zijn die hier een menselijke ervaring heeft, die gaat ervoor zorgen dat ze meer en meer ook vanuit die energie eigenlijk keuzes gaan maken, gaan kijken naar hun wereld, naar hun leven. En dat ze die ook veel meer die harmonie gaan ervaren tussen hun hoofd en hun hart. Waar dat ze vroeger enkel puur alleen maar vanuit hun hart, en dus vanuit logische, het moest kunnen verklaarbaar worden, ze moesten weten waar dat het hen zou brengen, ze hadden een plan helemaal uitgedokterd. Kunnen ze nu stap voor stap leren ze om dat stappenplan eigenlijk, dat logische, een beetje los te laten en het vanuit nature te laten ontstaan. En die change, dus die verandering in hun bewustwording, gaat ervoor zorgen dat er eigenlijk een nieuw leven, of een nieuw hoofdstuk, of een nieuw boek, of wat dat dan ook is voor jou, eigenlijk gaat ontstaan. Wauw. Ziet er mij eigenlijk wel een hele krachtige week uit. En we gaan er nog een guidance meegeven. Wat is behulpzaam voor de mannelijke energieën op dit moment. En dan hebben we een burst of magic. Ja, dat voelde ik eigenlijk al. Dat er vanuit die guidance, dus vanuit hun eigen team, gaat er eigenlijk allerlei zaken ontstaan. Het zou mij niet verwonderen dat de DF, dus de vrouwelijke energie, de boodschap krijgt om te focussen op zichzelf. Dan kregen we ook smoke and mirrors, maar omgekeerd. Dus dat wil zeggen dat dat die magie die er gaat spelen is, dat de mannelijke energie gaat ervaren dat er door te luisteren naar die intuïtie, door naar binnen te gaan, dat eigenlijk al hetgeen wat dat voor hen blurry was en mistig was en eigenlijk onbegrijpelijk was, dat het duidelijker gaat worden. En dat allemaal gaat ervoor zorgen dat ze tot een sacred reverence, dus tot een heilige samenkomst komen in zichzelf. En dat is dan ook weer de sleutel om uiteindelijk samen te komen met de andere partner. En dan als laatste kaart hebben we nog de Divine Matrix, maar omgekeerd. Wat dus eigenlijk ook weer een bevestiging is met nummer 44. Dus dat ook de mannelijke energie deze week extra, en laat ik zo bijna zeggen, en veel nauwer begeleid worden in het loskomen van die Divine Matrix. Dus vanuit die Matrix. Het is niet zo toevallig dat ik deze week van ga starten met een wekelijkse video op woensdag. Waarin ik boodschappen ga channelen, waarin dat je jezelf meer en meer gaat kunnen losmaken van die matrix. Wauw, mooi. Dus dat was voor de mannelijke energie.
gewoon even mijn kaarten hier wat aan de kant doen. En dan gaan we eigenlijk hetzelfde doen met dezelfde kaarten. Ik bedoel, dezelfde decks natuurlijk, niet dezelfde kaarten. Maar met dezelfde decks voor de vrouwelijke energie. Dus de vrouwelijke energie voor de, degenen die dat weten of niet weten. Voor de meer intuïtievere kant. Voor de... Ik zou zeggen de emotionelere kant, maar mijn gidsen trekken aan de alarmbel of, of aan mijn trui, bij wijze van spreken, omdat ik dat niet mag zeggen. Het is dat intuïtieve, het is dat kleine stemmetje in jezelf. Het kan zijn het niks doen, het gewoon zijn, maar ook evengoed het kabbelende beekje. Of zoals je op de video kan zien, het water dat zo stroomt, ongecontroleerd in alle richtingen. En dat maakt het natuurlijk net overweldigend voor de mannelijke energie, die van nature uit veel meer in kaders en structuren gaan denken. En dan zie ik aan de onderkant de maan, maar dus de boven, die natuurlijk verbonden is met de zee, met de vrouwelijke energie, met emoties en zo verder. En dan zien we ook de Trinity. Dus dat ook daar veel meer eenheid en balans zal komen tussen mannelijke energie, vrouwelijke energie en dan eigenlijk de heilige relatie, zoals ze zeggen, de eenheid. Oké. Wat hebben we voor de vrouwelijke energie deze week? Wat moet de vrouwelijke energie weten deze week? Hetgeen wat ik hoor is dat ze genoeg is zoals dat ze is. Dus wellicht is dat voor één iemand of meerdere mensen belangrijk dat ze dit horen. En dan krijgen we de Five of Flames omgekeerd, de Adept of Orbs omgekeerd en de Eight of Challenges omgekeerd. En aan de onderkant van het deck de Eight of Crystals. Ja. Met de Sage of Challenges. Ja. Dus hetgeen wat ik daarnet ook al aanvoelde, is dat belangrijk is dat de vrouwelijke energie deze week focust op zichzelf. Door het feit dat ze hele lange tijd eigenlijk altijd die toorts hoog gehouden heeft voor de mannelijke energie. Niet alleen voor de mannelijke energie, maar ook voor heel veel energieën om haar heen. Heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ze misschien wat uitgeput is of wat moe is. En de weg niet altijd niet meer vooruit weet. En het gevaar bestaat dan dat we gaan overdenken. Dus dat we eigenlijk dan dat gaan compenseren met onze mannelijke energie, met onze eigen innerlijke mannelijke energie. Dat veel te veel dingen gaan overdenken. Het is goed om te focussen op wat je wilt gaan manifesteren. Dus op het positieve aspect, of de emotionele vervulling die je wilt. Of het nu in een relatie is of iets fysiek dat je wilt gaan manifesteren, het maakt niet uit. Focus altijd op het goed voelen. Focus en volg ook altijd het goed voelen. En dat zorgt er ook voor dat ook jij als vrouwelijke energie veel meer helderheid gaat gaan krijgen over wat dat het is dat jou die vervulling brengt. Want ik merk en voel dat er op dit moment nog te veel vrouwelijke energieën zijn die... ik ga niet zitten te wachten op die mannelijke energie. Want uiteindelijk... Neem je wel een aantal acties en ga je wel vooruit in je groei. Maar het is nog veel te veel afhankelijk van de mannelijke energie. Dus de vrouwelijke energie is eigenlijk nog niet volledig zelfstandig. Waardoor dat ze die diepe vervulling... Ja, kijk, ik zie het hier. Dus de vrouwelijke energie heeft eigenlijk... De laatste weken, maanden, misschien voor sommige jaren... Veel te veel moeten vanuit haar eigen vervormde vrouwelijke energie moeten vertrouwen op de mannelijke energie. Alleen, die mannelijke energie was ook vervormd, dus ook niet geheeld, ook niet vanuit onafhankelijkheid en eenheid. En dat heeft ervoor gezorgd dat er dus natuurlijk geen emotionele vervulling was, dat die vrouwelijke energie niet in staat was om alleen het pad te gaan bewandelen, maar de voel ligt omgekeerd. En
Alle emotionele kaarten liggen ondersteboven. De Nine of Cups, de Ten of Cups, de 1 van Cups. Dus die liggen allemaal ondersteboven. Er zijn maar twee kaarten die niet ondersteboven liggen. En dat is de Hierophant, hè, die dus te maken heeft met tradities, oude structuren die gewoon zit. En de zon ligt ook gewoon. Dus dat is positief, want dat betekent dat er wat bewustzijn daaromtrent is. Dat er een plaats is, dat er ruimte is, waarin dat eigenlijk voor al de verschillende aspecten van de vrouwelijke energie ruimte kunnen krijgen. Want wat zie ik aan de onderkant van het dek? Aan de onderkant van het dek ligt de hoge priesteres. En de hoge priesteres, die is ook verbonden met die oude wijsheid dat we in ons dragen. Maar alleen, het probleem is dat we dus door die afhankelijkheid naar andere mannelijke energieën, dat kan je eigen mannelijke energie zijn, dat kan een mannelijke energie zijn in een partnerrelatie, maar ook mannelijke energie bij vrienden, ouders, overheden, waar dan maar ook. Dus kijk van waar zit je nog met afhankelijkheid, want dat is het stuk dat je gaat moeten loskoppelen, dat je mag helen, om verder te kunnen komen in jouw verhaal, om tot die emotionele vervulling te komen waarin je volledig zelf alleen zelfstandig los van een andere entiteit, en dan bedoel ik het niet op een negatieve manier, maar een andere energie, jouw eigen leven vorm kan geven, je eigen keuzes kan maken en die keuzes ook kan gaan uitspreken. Maar zie welke schaduw dat de vrouwelijke energie nog krijgt. Dus het is echt belangrijk dat de vrouwelijke energie deze week ook gaat focussen op haar eigen groei. Nog dieper in die groei gaat gaan veranderen. Kijk, want ze krijgt ook de change, dus de doodskaart met change. Wacht, hè. Zijn hier een paar te veel uitgevallen. En dat je gaat gaan kijken van op welke manier heb ik zaadjes geplant in het verleden. En kunnen daar nu eigenlijk nog meer en meer die vruchten van gevoed worden. Zodanig dat ze naar boven kunnen komen. Dus wat hadden we? Ondersteboven de Empress. Ja. Ondersteboven de Diversity. Dus blending. Ook ondersteboven. Omdat het niet op een harmonieuze manier gebeurt. Dus de Dead Card, zoals ik daarnet gezegd heb, ligt mooi in het midden. En aan de andere kant natuurlijk. Ondersteboven en Justice gewoon. Wat dat eigenlijk bevestigt waar we mee bezig zijn. Dus de grootste schaduw die je deze week als vrouwelijke energie zal en kunnen ervaren, is dat de manier waarop je nog kijkt naar je connectie, naar jezelf, naar de wereld, dat die eigenlijk nog niet volledig vanuit jouw impulsenergie is. Dat het nog niet vanuit jouw keizerin-energie is. Dat het nog niet is vanuit die empowerment, vanuit die versterking, vanuit ik ben een volledig wezen, soeverein op mezelf en ik heb niemand anders nodig. En dat zorgt er dus voor dat je niet altijd heel duidelijk bent en tot waar dat jouw grens komt. Dus niet alleen fysiek gezien, maar ook mentaal, emotioneel en energetisch. En vooral energetisch. Zo gebeurt het dat je... En dat werd ook in twee richtingen. Dat je soms gewoon zodanig vol van jezelf bent. En dan bedoel ik het ook niet alweer op een negatieve manier. Maar zo vol van jezelf bent, dat je eigenlijk voortdurend over de grenzen van andere mensen heen gaat. Dat je geen rekening houdt met van, ah, maar oké, dit voelt voor mij goed. Maar dat je niet geen rekening houdt met waar dat die andere in zijn proces staat of wat die andere nodig heeft. Dus ook daarin is het naar binnen gaan super belangrijk. Want het bewust worden daarover en eerst gaan aftasten. In plaats van eigenlijk veel te veel in je flow en veel te veel in jouw high vibe emotie te gaan zitten. En daardoor eigenlijk het risico te hebben dat je anderen gaat gaan bruskeren. Is belangrijk om als een gezonde vrouwelijke energie daar ook veel meer feeling mee te gaan krijgen. Dat je daar ook gaat van voelen. Dat je eigenlijk die tentakels, die verfijnheid, nog meer gaat gaan ontwikkelen. Want dat gaat ervoor zorgen dat je balans gaat gaan creëren in al je relaties en dat je niet meer met die afhankelijkheid gaat gaan zitten. Dat je echt vanuit de natuurlijke flow in relaties kan gaan stappen. Maar wanneer dat je gaat weten en voelen van, oh, nu moet ik weer terug eventjes achteruit. Nu moet ik even die dingen niet delen. Dit hoef ik niet per se mee te geven. Het is vaak zo dat ik in persoonlijke relaties, ik ga het zo zeggen, dan dingen ervaren of mensen dingen zien doen.
Waarvan ik weet dat ze eigenlijk zichzelf het moeilijker maken of zichzelf het lastig maken. Maar het is niet aan mij om dat altijd te delen en terug te geven en te spiegelen. Integendeel, wanneer ik dat doe, dan put ik mezelf uit. En dan verplicht ik mezelf om constant verantwoordelijkheid te nemen voor iemand anders zijn groei en zijn proces. Terwijl dat niet mijn verantwoordelijkheid is. Dus ook daar hou die balans. Kijk vanuit welke emoties dat je keuzes maakt. Is het vanuit angst of is het vanuit licht, liefde en vertrouwen? En ook hierop, let op. Want vaak denken we van, oké, het is vanuit licht en liefde. Maar overschrijden we eigenlijk ook dan de grens van iemand anders. Dus daar, wanneer je nu op een bepaald level zit in je groei als vrouwelijke energie, dan is dat de volgende stap eigenlijk. Om daar nog verfijner in te worden en nog krachtiger in te worden. Want dat gaat ervoor zorgen dat je echt die empress bent. Dat je echt verder gaat ontwikkelen tot een opgestegen meester hier op aarde in een fysiek lichaam. Ja, en daarom kreeg ik ook de kaart Great and Full. Nummertje 4. We hebben nog Exposed and Revealed met nummer 21. Waarschijnlijk is dat voor één iemand of meerdere mensen belangrijk, die nummers. Wat is er nou belangrijk voor de vrouwelijke energie deze week? Call of the Muse. Ja, dus ga naar binnen, volg je eigen innerlijke inspiratie, volg en doe en neem actie, maar enkel vanuit die dingen die goed voelen. En dan Birds of a Feather. Leer. Hier zie ik het en voel ik het niet zozeer als omringen met mensen gelijkgestemden en dergelijke, maar eerder van leer je verbinden met jouw team, leer je verbinden met jouw gidsen, leer je verbinden met die innerlijke leiding en die intuïtie die we net gezegd hebben, zodanig dat je van daaruit door naar binnen te kijken, into me I see, dat je duidelijkheid en helderheid krijgt over wie jij bent. En wat je te doen hebt. Wat datgene is dat jouw hart jouw beker vult. Hè? Wat dat jou groot en vol laat voelen. En dat zal ervoor zorgen dat niet alleen jouw connectie of die innerlijke balans tussen je mannelijke en vrouwelijke energie smoother en vlotter gaat verlopen. Maar uiteindelijk ook in elke andere relatie die op je pad komt. Zo, ik ben aan het kijken of er nog boodschappen zijn. Ja, dan gaan we nog een boodschap mee van de universele vlammen. En dan gaan we de video voor deze week afronden. Wat hebben we? Werk samen met de groenhouden vlam voor je welvaart. Dus je roept dat gewoon aan. En je zegt dan, ik roep de groenhouden vlam aan. Voor je welvaart hoef je zelfs niet bij te zijn. Nu is dat voor hier iets specifiek voor iemand die bijvoorbeeld deze vraag gesteld heeft. Dus je kan met een groenhouden vlam werken. Je geeft je leven vorm met je gedachten. En dat is ook hetgeen hoe je met uiteindelijk de universele vlammen samenwerkt. Via jouw intentie. Als je dat wil leren, dan kan je het traject universele vlammen volgen. Via de linkjes onderaan. Dat is een volledig geautomatiseerde online traject. Waarin dat je op jouw tempo kan leren om met de vlammen te gaan werken. Om jouw leven te gaan manifesteren. Elke vlam is verbonden met jouw energiesysteem. Werk meer samen. Dus weer, zeker als vrouwelijke energie, vanuit die energie, vanuit het hogere, ga je daarmee op die manier heel veel dingen gaan. Dus op een positieve manier gaan sturen en helen. En als laatste boodschap, 3 is het getal van manifestatie. Denk er maar aan. Je hebt mannelijke energie, vrouwelijke energie en als je het gewoon in het fysieke bekijkt, man, vrouw en van daaruit kan er een derde mens eigenlijk ontstaan. Hoe mooi is dat? En zo werkt het ook energie. Zo, dat was het voor deze video. Als je een persoonlijke reading wilt, dan kan je die ook via de website reserveren. Wil je met mij samenwerken 1-op-1, dat kan ook. Nu nog, voorlopig nog. Of wil je een van de trajecten volgen, alles kan natuurlijk. Kijk gerust hier in de box hieronder. En ik hoor je in een nieuwe video woensdag. Dag!